Nou, mijn naam is Roland Biermans en ik werk voor Appèl Catering uit Den Bosch. En je hebt zojuist het lekkerste broodje catering gemaakt. Waar heeft de jury precies op gelet? Nou, de jury let bij de ingangscontrole al op de temperatuur en dergelijke. Dan krijg je natuurlijk een bepaalde voorbereidingstijd. Je hebt een kostprijscalculatie en je calorieën moeten ook een beetje naar van hand zijn. Dus het is allemaal gelukt dit jaar. Top, gefeliciteerd. Wat heb je precies gemaakt? Nou, ik heb een broodje van Molko gemaakt met een boter. Daar heb ik ikkie bier gereduceerd. En dat met zeekraal, salicorniekres, verkopperkres en citroenschil opgemonteerd. Daar heb ik een rauwe tonijn in Soyanomoto gemarineerd met furikake wasabi. Nou, daar heb ik verschillende kressen op gedaan. Ik heb een hele mooie van Libra, een hele mooie tapenade van jonge zeesla erbij. Ja, en dan nog allemaal specerijen uit echte ingelegde gember, ingelegde wortel, van alles eigenlijk. Dus het was een beetje een oosters tintje dan, als ik zo goed luister? Het was helemaal Japans. Japans georiënteerd. Oké, nou heel erg gefeliciteerd en veel plezier met de bekers. Top, het zal zeker goed komen. Dank je. Roland Biermans, die kwam zacht en overwon met een ippon. Geweldig.